zijn op zoek naar communicatiemiddelen om de jongeren van nu te bereiken. Wat wij duidelijk willen maken is dat de armste landen, dat we eigenlijk hun schulden kwijt willen schelden. Ja, nou, als ik dat zo hoor, als je graag de doelgroep jongeren wil aanspreken, dan lijkt een game lijkt mij een heel geschikt middel daarvoor. Ik denk dat het handig is als wij gewoon een spelconcept gaan bedenken. Wij gaan erover brainstormen en dat we vervolgens een idee aan jullie voorleggen. Wat is daar standaard bij? Dat is een stethoscoop. Ja. Je maakt games, websites, presentaties voor CD-ROMs, presentaties voor beurzen. En ja, dat is het eigenlijk wel. Het is heel breed. Jochem is nu bezig met het uitwerken van de eerste schetsen op papier. Dan zet ik hem in Illustrator. Zorg ik dat ik hem helemaal in vectoren heb. Deze is nog helemaal plat. Geen animaties. Zo zorg ik ervoor dat hij straks geïnterpreteerd kan worden in Flash. Om de animaties erin te zetten voor de game. Ik heb alle bestanden van Jochem aangeleverd gekregen. Ik ga die in Flash verwerken. Zorg dat alles gaat bewegen, alles gaat leven. En dat er animatie in zit en interactie. Mensen die multimedia vormgever willen worden, die moeten vooral heel veel oefenen met programma's als Flash of Photoshop of Illustrator. Het spel staat nu op internet. Alle facetten die we in de briefing hebben gehoord, die zijn verwerkt in het eindproduct. Het spel is nu klaar om te gaan spelen en dat ga ik nu dus ook doen. Op deze manier hebben we het hele boodschap op een mooie manier verpakt, terwijl het een heel moeilijke boodschap is.